Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 31 mei. Het wordt een hele aardige dag vandaag met flinke zonnige periode. En er zijn natuurlijk ook wel wat wolkenvelden die overtrekken, en mogelijk dat er vanmiddag een enkel buitje valt. Op de satellietfoto zien we in ieder geval van vanochtend dat er weinig bewolking aanwezig is, maar zoals gezegd, er gaan wel wat meer wolken ontstaan. We profiteren vandaag, maar ook morgen en vrijdag in eerste instantie van een hoge drukgebied. En dat zorgt ervoor dat het de komende dagen vrij rustig weer is. Maar in het weekende wordt het helaas weer wisselvalliger. Er komt een meer westelijke stroming op gang. En dat betekent ook dat er diverse buien gaan vallen. Mogelijk de eerste buien al op vrijdagavond. In het zuiden is er dan kans op onweersbuien als de temperatuur flink is opgelopen. Vanmiddag ligt de temperatuur zo tussen de 19 graden in het noordwesten van het land en 22 graden in het zuidoosten en oosten. Op de wadden kan het nog net even wat frisser zijn, en dat komt door de matige noordwestenwind die er staat. Er zijn zonnige perioden, er trekken wat stapelwolken voorbij, en mogelijk valt er in het zuidoosten van het land nog een enkel buitje. Morgen blijft het overal droog. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 19 tot 24 graden. Misschien dat het in het zuiden zelfs wel zomerswarm gaat worden met 25 graden. Er staat weinig wind uit verschillende richtingen. In de middag is er kans dat er een zeebries opsteekt op de kust. En dan de dagen erna. Nou, vrijdag dat wordt een zomerse dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 24 tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten van het land. Er zijn flinke zonnige perioden, later op de dag wel vanuit het zuiden wat meer bewolking. En dan is er dus ook kans in de avond op een paar stevige onweersbuien. En in het weekeinde wordt het wisselvalliger. Zaterdag wordt het nog wel 20 tot 24 graden. Zondag blijft het kwiksteken rond de 20 graden. Er is zon, er zijn vrij veel wolken en er kunnen een paar pittige buien vallen. Mijn naam is Remon Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.